Hey, hoi, leuk dat je kijkt. Ik ben op een begraafplaats. En dat is niet zonder reden. Ik wil namelijk een serie gaan maken over begraafplaatsen. En ik ben op een begraafplaats waar familie van mij ligt. En daar ga ik wat over vertellen. Dus het is een beetje vervelend misschien als je recent te maken hebt gehad met zelfmoord of iets in die buurt. Dus dan zou ik je aanraden om nu wat anders te gaan doen. En anders kijk met me mee. Dit is een graf en nou, daar kom ik niet zo vaak. Maar dit is dus mijn echte broer. Dus we hebben dezelfde vader, we hebben dezelfde moeder. En nou ja, hij heeft in 2000 dus zelfmoord gepleegd. En hij heeft 2 dagen een boom gehangen. Aan een langzaam vaart, moet ik zeggen. En ja, nou ja. Er was een boer en die vond het nogal verdacht dat er al een paar dagen een auto stond. Dus die heeft uiteindelijk de politie gebeld en agenten. En die hebben inderdaad hem gevonden en die hebben hem eraf gehaald. En de sectie verricht. Nou, en toen bleek de schoof en ja, gewoon zelfmoord. Dus. Ja. Nou, dat wilde ik dus even met jullie delen. Dit is een hele mooie begraafplaats, kijk maar. Ligt lekker, het is lekker landelijk. En ja. Ik weet niet, de meeste begraafplaatsen, ja, die hebben wat sereens over zich. Helemaal als ze landelijk zijn, vind ik. En ik vraag me soms ook wel af zo van, hey, hoe vaak komen hier nog mensen? Sommige graven die zijn helemaal verzakt, hè? Vooral de oudere kerkhoven. Dus, maar daar komen we, in deze serie komen we daar ook nog wel, komen we die ook nog wel tegen. Nou, ik had dus even de naam afgeplakt, omdat, nou, dat vind ik verder niet interessant, zijn achternaam. Maar dan lopen we even een stukje verder. Dit was mijn echte moeder. Degene die mij dus heeft achtergelaten toen ik 4 was. Wat ik jullie verteld heb in het stukje over Talking About Depression. Nou. Zij ligt hier dus. Ja. Ik kreeg, nou even kijken, in 2004 dus een telefoontje. Zomaar uit het niets, want ik had helemaal geen contact met haar. Dat ze ziek was, dat ze in het ziekenhuis lag. En nou ja, als ik er nog wilde zien, dan moest ik daarmee opschieten. Nou, daar heb ik een paar dagen over nagedacht. En uiteindelijk toch maar besloten zo van, nou ja, hè, als ik het niet doe, krijg ik misschien wel spijt. Dus ik ben erheen gegaan en ook nog bloemen gekocht. Ja, waarom weet ik niet, maar dat doe je dan. En ik heb haar die bloemen gegeven. Ja, ze lag daar als een heel klein, ziek, ja, geel vogeltje. En ja, eigenlijk had ze zoiets van, joh, ik heb helemaal niks met je. En ja, nou ja, toen vroeg ze nog van, krijg ik geen kus? Dus ik, nee. Maar dat meen ik serieus. Dus dit, er was geen band. Helemaal niks. Ik had alleen maar zoiets van, ja,
ik had niet eens meer woede op dat moment. Dus toen was 14 dagen later was het. Kreeg ik weer een telefoontje op mijn werk. Dat ze was overleden. En goed, zo gaat dat. Maar deze hier, die is er tussenuit geknepen. Heeft het ook niet makkelijk gehad, is geen excuus. Maar heeft dus nooit gezien wat voor prachtig kind hij heeft gekregen. Misschien als hij dat geweten had, dat hij het niet gedaan had. Maar ja, dat is achteraf, je weet het niet. Wat moet je er verder van zeggen? Ik kan er niet veel van zeggen. Nee, je kan er niet veel van zeggen. Ik weet wel, ik ben natuurlijk zelf ook op dat punt geweest. Dat ik het niet meer zag zitten. En het is nu nog niet altijd even leuk hoor. Dat ik denk, jongens, laat mij maar even. Maar dat geeft niet. Ik ben trouwens wel... Ik ben wel aan de medicatie gegaan, toch, om te slapen. Want dat ging niet zo lekker. Dus goed. Als je dat andere stuk hebt gezien van Talking About Depression, dan weet je dat het gewoon niet 1, 2, 3 overgaat. Ik slaap dus nu wel wat beter. Daar ben ik wel blij mee. En, even, want ik wil niet helemaal... lullig doen. Ik doe mee aan de Dry January of weet ik veel, ik pas. Weet je wel? Geen alcohol in januari. Oké, helemaal goed. En ik doe mee aan de April Dun. Nou ja, dat dun dat zal er voor mij nooit in zitten en dat maakt ook niet uit. Maar ik zit af en toe wel op Twitter. Ik heb het wel redelijk naar mijn zin zo. Nou goed, dan gaan we nu weer over naar het kerkhof waar ik inmiddels rondjes loop. En waar soms hele mooie graven zijn. Echt ook hele mooie moderne graven. Dus... Nou, en om even een beetje humor erin te houden, jongens. Want het is niet altijd alleen maar kommer en kwel bij mij. Dat weten jullie ook wel. In Amerika bestaat tegenwoordig de mogelijkheid om... Als je dood bent, om je dan te laten composteren. Ik vind dat eigenlijk wel een charmante oplossing. Ik denk ook wel dat als dat hier in Nederland komt, dat ik dat wel ga doen. Ik heb nu... Het zo geregeld dat ik word gecremeerd. Dat vind ik ook wel een nette oplossing. Want dit is allemaal... Neemt weer allemaal ruimte in. Ik heb ook niet zo'n zin in. Dan moeten mensen weer naar me toe. En weet ik veel, komen ze maar aan met bloemen. Daar hou ik nu niet van. Dus dat wil ik dan ook niet. Maar als die mogelijkheid er is, dan wil ik dat wel. Dus, nou, laat me weten wat je ervan vindt. Volgende keer heb ik vast weer iets in de kringloop of weet ik veel, ga ik koken of weet ik het behangen. Nee joh. Wees lief voor elkaar en heb het goed. Dag, tot de volgende keer.